elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Rode JC verloor de laatste twee wedstrijden. Niet alleen maandag bij Jong Ajax, maar ook daarvoor thuis tegen Almere. En dus wil de ploeg van Molenaar graag iets laten zien. En het begin is uitstekend, want hier komt de ruimte en dus ook de bal bij Livio Nuls. En de Belg scoort 1-0. Er zijn er nog geen 4 minuten gespeeld. Mils op doelman Maus af, die nauwelijks beweegt. En dan is het 1-0 dus voor Roda, alweer de vierde van het seizoen voor de Belg, die afgelopen maandag geschorst was. Nu weer in de basis staat bij Roda. En Roda komt hier opnieuw met Mario Engels, de topscorer van de Keukenkampioendivisie. En de redding is noodzakelijk van Xavier Maus. Nummer 6 tegen nummer 12. Dit zijn fans van Cambuur trouwens, die, dat is heel aardig van de Limburgers, na ruim 300 kilometer niet in het uitvak hoefden, maar op de eretribune mochten bivakeren. En die zien Cambuur in het wat ongebruikelijke blauwe tenue wel beter worden, met name in de tweede helft. En dat leidt tot een kans voor de rechtsback, Sai van Wermerskerke. Redding Novakovic. Bij Cambuur, de ploeg van René Haken, dat maar één van de laatste vijf duels won, uit bij Helmond Sport, staat Conrad in de basis. Maar is het achterin oppassen, want dit is Reemans. Die legt de bal af en dit moet natuurlijk de 2-0 zijn. Maar Mils, de man van de 1-0, verzuimt hier om de marge te verdubbelen. Dit is een enorme kans voor Roda JC. En omdat die niet benut wordt, blijft het spannend. Zelfs tot aan de slotfase. Want hier is Cambuur weer. Het schot van afstand is van Kevin Jansen. Maar eindigt in de handen van Novakovic. En zo wint Roda JC eindelijk weer eens een keer. Met 1-0 dit keer van Cambuur.